Goedemorgen, broeder. Goedemorgen, vader Abt. Zou ik u nog eens mogen vragen, vader? Natuurlijk, Christian. Het enige wat ik ken is het klooster. Daarom zou ik graag, voordat ik de eeuwige gelofte afleg, willen ervaren wat er buiten deze muren gebeurt. Luister goed, broeder. De wereld buiten het klooster zit vol onzuiverheden en verleidingen. U bent er geweest, ik niet. Wij hebben jou in dit klooster opgenomen, zodat jij zou uitgroeien tot een mooi en zuiver mens. En zuiverder dan jij vind je ze niet. Maar zodra je buiten bent geweest, zul je anders terugkomen. En dat zullen jouw ouders ook niet gewild hebben, Christian. God zegene u. Hey. Jij bent Lars, toch? Hoe gaat het? Ja, goed. Met jou? Het is mijn eerste date, dus... Ik ben een beetje gespannen. Oh ja, joh. Ja. En wat heb je aan trouwens? Oh ja, dit... Hier kan je echt niet mee aankomen. We gaan iets nieuws voor jou scoren. Ik kan me trouwens niet herinneren dat ik zei dat het een themafeestje was. Oh nee, dat heb je ook niet. Maar waarom droeg je dan zo'n ding? Oh ja, dat draag je in het klooster. Klooster. Dat staat niet op je profiel, hè? Op mijn profiel staat toch duidelijk no hookups? Als dit niet serieus is, dan ben ik weer weg. Nee, wacht. Blijf hier. Ik wil heel graag dat je me de stad laat zien. De stad laten zien? Zeg het eens, wat wil je allemaal zien? Ik wil alles zien. Met jou. Oké. Wat wil je drinken? Doe maar wat. Eén cola en één bier alsjeblieft. Proost.
Mijn lievelingsnummer. Ik pleit voor de Almachtige God en voor jullie dat ik gezondigd heb in woord en gedachten en doen en laten doen. Mijn schuld, doe mijn schuld, doe mijn goede schuld. Dan smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broers en zussen, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Amen. Zeg alsjeblieft dat je niet in de verleiding bent gekomen. Waarom, jongen? Waarom heb jij door een vrouw laten verleiden? Niet toch een vrouw, vader? Ik heb je toch gezegd dat je anders zou terugkomen? Waar is de Christiaan die je kende? Jij moet een keuze maken. Een keuze aan wie jij je gaat binden. Aan God? Of aan hem? Jezus bleef trouw aan zichzelf en aan zijn roeping, ongeacht weerstand. En dat ga ik ook doen. Wat jij ook beslaat, jongen, ga altijd met God.
je vader.